Doctor, doctor, doctor. Ik heb in mijn carrière veel gezien van artiesten. Maar hoe snel het bij hem is gegaan, is echt belachelijk. Ik zag toen een video van allemaal mensen die dezelfde muziek luisterden als ik. Ik wilde graag een album maken met echte muzikanten. En het logische gevolg was, ja, maar die mensen moeten op het podium krijgen. After two very long years, DEFCON 1, Primal Energy, is finally happening. Geef die show een kans op het grootste podium van DEFCON 1. En oh ja, we gaan ook nog 45 man koor erbij doen. Ja, go ahead. Datgene wat muziek zo bijzonder maakt, is dat je er eigenlijk net niet je vinger op kan hebben. Het maakt een bepaald gevoel los, dat ik gewoon dacht van ja, man, dit is het. Soms hoorde je gewoon een week niks. Nou, volgende akkoord gaat naar een C. Oké, melodie gaat naar de terts. E. Alle energie die ik heb, ga ik focussen in het voorbereiden van die show. Gaan we dit nog wel echt doorzetten? We hebben gewoon te maken met budgetten. Oh ja, nog één ding. Als het regent, is er geen show. We hebben geen regenscenario. We'll figure it out. Wat je vergeet is dat je een thuisslot hebt moeten raken. Dat is geen optie, want dan is er geen show. Oké, top. Let's go. Dat hele proces draait er eigenlijk om dat ik de vroegere Sefa eigenlijk wil laten zien dat de twijfels die hij toen in zijn hoofd had, dat de Sefa van later dat weg kan nemen.